Vandaag zijn wij aangeschoven bij Henry de Weert, groundsman van FC Twente. Henry is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud van het veld. En om die reden kijkt hij eigenlijk een beetje met argusoog tegen de ontwikkeling van kunstgras in de Eredivisie. En daarover gaan wij even kort in gesprek. Daarnaast vertelt Henry even kort wat zijn werkzaamheden inhouden, want volgens mij is het meer dan alleen maar grasmaaien, of niet? Nee, grasmaaien is bijzaak. Ja, het vergt wel veel tijd, maar dat is eigenlijk wel bijzaak. Dus vaak wordt er gezegd van oké, hey, maai alleen een beetje gras en dan is het klaar. Ja, maar dat is het. Kijk, we hebben een kleine beluchtingsmachine, ook een handmachine, allemaal lichte machines, geen zware trekkers erop. Ja. En morgen wordt die nog één keer dubbel gemaaid. Dus zijn die maaibanen er ook beter in. En de lijnen nog een keer goed strak weer. En dan moet het gebeuren. Ja. Wat een werkontdek. Ja. En zeker, want alles wat ze niet kapot stopt, dat herstelt gewoon niet. Dus ze zaaien wel door. En dan komt er gras uit in. Ja, dan moet, als dat temperatuur maar komt, dan gaat hij ook wel weer. Als we een wedstrijd gehad hebben, dus de eerste dag na een wedstrijd, wordt er hersteld. Extra doorgezaaid, soms een beetje bemest. Veld wordt gemaaid, schoongemaaid, alle losse plukjes worden afgehaald. Nou, dus deze periode van het jaar in de winter gaan gelijk de lampen erop. Om te zorgen dat je de periode tussen de wedstrijden is optimaal benut voor herstel van het veld. Dus dat is waar je het meeste dan mee bezig bent. Hij heeft een beluchtingsmachine die belucht echt de toplaag. Om ook te zorgen dat hij als het veld wat te hard is, iets zachter wordt. En dat... dat je oppervlakte waar dus regenwater zo snel mogelijk ook transporteert naar beneden. Dus om verdichting even op te heffen. Hele lichte machine die 10 centimeter diep gaatjes prikt. En nee, dat gaat gewoon goed, dat is gewoon perfect dik. Ja. Kijk, als je één keer in de twee weken wedstrijd hebt in de groeimaanden, zeg maar vanaf april tot en met december. Kan het, dan kun je vaak goed aan de groei. Dan kun je in die twee weken, heb je wedstrijd gehad, twee weken niet. In die tussenliggende twee weken krijg je hem helemaal dicht. Ja, ben je hem gelijk ja. Weer helemaal kwijt. Dan, is hij, dan groeit hij alweer dicht en dan herstelt hij. En dan kunnen ze de wedstrijd erop niet merken dat de twee weken ervoor opgevoeld. Dan kun je het ook bijna niet meer zien. En dat is nu in deze periode natuurlijk lastig. Je hebt gewoon geen groei meer. Je hebt geen natuurlijke groei. Dus het is kunstmatige kast creëren door lampen, door veldverwarming, door een klein beetje voeding. Ja. Soms iets beregen als het te droog wordt en dat is het enige wat je nog kan doen. Makkelijke terugspelbal naar zijn keeper zou je zeggen. Maar daar is een polletje, een oneffenheid. Dat veld is niet best zijkant en dat blijkt wel bij dit moment, dit ongelukkige moment. En op de goedkoopste manier komt Tottenham Hotspur hier op een 1-0 voorsprong. We hebben één keer hier gehad, Champions League wedstrijd, het veld was niet best. Een polletje waar Bosker onder die bal doorschopt. Ja, dan baal ik wel, dan word ik s'nachts een paar keer wakker. Ja, want dan denk ik van, het is gewoon niet goed genoeg geweest. Ondanks dat er alles aan gedaan is, maar het veld was gewoon niet goed genoeg. Hoe ga ik dat nou anders krijgen? In de Eredivisie is de opkomst van kunstgras steeds breder verspreid, zeg maar. Steeds meer clubs stappen over op kunstgras. Volgt u dit op de voet? Ja, volgen we wel. We hebben natuurlijk best heel veel contact met andere groundsmen, ook in Nederland. Eigenlijk van alle clubs die natuurgras hebben. En natuurlijk leeft dat. Kijk, er zijn afgelopen zomer ook weer een paar clubs overgegaan naar kunstgras. Maar de enige reden die ik hoor om over te gaan van natuurgras naar kunstgras is om financiële redenen. En dan kan dat een hele begrijpelijke zijn om over te stappen op plastic. Nee, we hebben alleen hier één strook. Dat is dan wel gewoon een ideale oplossing. Ja. Puur voor het warm lopen waar de coaches staan, want dat is altijd één vieze zwarte rommel. Ja, ja. En dit is dan het nieuwste, wat er nu is. En dit is meer, kun je instrooien met zand, kun je dus ook gras erin doen. Ja. En dat is wat bij in Arsenal, Utrecht en AZ ligt. Dat is dit. Kijk, dat naaien ze in met een naaimachine. Oh, en dan kan het er niet meer last trekken van elkaar. Dan heb je dus veel meer stevigheid, zeg maar. En dan zaaien ze gewoon gras bij. Dat zie je niet eens hoor. Ja. En dat ook niet. Als hier gras ingroeit. Tot hier wordt hij ingestrooid gewoon met zand. En je zaait hem helemaal in mijn gras. Die botteling gaat erdoor en dit verteert. Dan prik je allemaal gaten in. Ja. En dat heeft dan gewoon puur dat je dus meer weerstand hebt. En nu komen ze steeds meer met zulke soorten oplossingen. Ja. Het nadeel is dat je nooit meer een stuk kan vervangen.
Ja, dan moet je heel stel dat ze een stuk kapot schoppen of je hebt hier helemaal niks meer staan, dan wordt dit ook eens kliedeboel. Ja. Dat is Utrecht vorig jaar, kon je het ook heel goed zien. En dan moet je als het ware het hele veld een keer vervangen. Ja, maar dan moet je wel tot onderaan moet je hem loshalen, want dan kun je niks mee. En dus ja. Met dit ook, hier kun je niet meer zeggen van oké, ik maak het nu een stukje. Ja. Ja. Maar dat zou voor u waarschijnlijk betekenen dat uw baan verdwijnt, dat u... Ja, ik kan er best heel open in zijn. Ik werk nu meer dan 20 jaar met natuurgas en dat is mijn ding. Ik bedoel, er komt vakkennis bij kijken, je bent ermee bezig. Het is iets een deel van jezelf. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En plastic, ja, we hebben het hier liggen. En ik vind het is een dood materiaal. Iets, ik maak het niet. Ik kan het alleen onderhouden, maar de kwaliteit wordt langzaamaan vanzelf minder. Met deze mooie woorden van Henry sluiten we dit interview af. Laten we nu vooral hopen dat Twente in de nabije toekomst niet overstapt op kunstgras, zodat Henry zijn werk nog lang kan voortzetten.